Hoi. Ik, toen ik gevraagd werd om, om hier te komen, dacht ik bij mezelf, oké, dit wordt wel leuk. Als ik iets doe, iets bedenk, wat ook een beetje met Curaçao te maken heeft. En ook de band. Hallo. Ja? Dank je. Dit is Thomas. Hoi. Hij is extern, dus hij helpt vanavond. Dat is wel goed. En ik ging dus een beetje graven en zoeken en ik weet niet hoe het er was op gekomen. Maar ik ging gewoon op de site van het ministerie van Defensie een beetje rondsnuffelen. En toen kwam ik op hun tijdslijn. Ze hebben een tijdslijn waarin ze aangeven hoe zij door de eeuwen heen, door de jaren heen zijn veranderd. En toen kwam ik op 1914, 1940, Nederland neutraal. En toen dacht ik, oké, interessant. 30 mei 1914... oprichting van de proefvliegafdeling in Nederlands-Indië. 1 augustus 1914, mobilisatie in Nederland door het uitbreken van de Eerste Oorlog, Eerste Wereldoorlog. Januari 1916, aanleg eerste vliegtuig in Indië. 18 augustus 1917, oprichting van de marine luchtvaartdienst. 26 oktober 1918, muiterij in legerplaats van Harskamp. Oké. 11 november 1918 wapenstilstand, 15 juli 1919 oprichting korps politietroepen. Dus ze bestaan eigenlijk niet zo lang hier in Nederland. Ook wel interessant. 10 januari 1920 instelling grensbewaking. 4 februari 1922 nieuwe dienstplichtwet. 26 mei 1922 oprichting korps luchtdoelartillerie. 1 oktober 1924, eerste vlucht van Nederland naar Indië. Toen pas de eerste vlucht. Okay. En 8 juni 1929, overval op Fort Amsterdam in Willemstad op Curaçao door de Venezolaanse revolutionair Urbina. Oké. Wisten jullie van het verhaal? Nee. Oké, jij misschien wel. Goed. Dat ben jij, Alex. Maar dus in 1929 zijn dus 250 Venezolanen Curaçao binnengedrongen. En hebben Fort Amsterdam overgenomen. En de gouverneur gekidnapt. En de gouverneur die was er pas net. Die kwam uit, die was inspecteur. En die kwam uit Groningen. En die werd gewoon op Curaçao geïnstalleerd als gouverneur. Geen band met Curaçao, maar hij kreeg die baan gewoon. Nou, Urbina was tegenwoordig zouden we hem misschien terrorist noemen. Maar hij was toen iemand die tegen allerlei coups in Latijns-Amerika was. Dus hij probeerde juist met Curaçao's wapens, terug te keren naar Venezuela om daar de dictator die daar was, weg te jagen. Het was hem niet gelukt, maar ik vond het wel bijzonder. En wat mij dan ook zo fascineerde was de foto die erbij was. Deze foto hier. Het zijn gewoon mannen met zakken en ze staan daar. Ze staan echt paraat alsof er iets gaat gebeuren. En ik ben toen een beetje verder gaan kijken bij de website Geheugen van Nederland. En toen vond ik deze foto daar. En dit is een foto van het schip waarmee hij dus naar Curaçao is gekomen. De SS Maracaibo. Ja. En dan hier kan je allemaal andere dingen zien van wat er daar allemaal gebeurde. Het fascinerende hiervan is dat er dus fotomateriaal van is, maar de verhalen erover, die heb ik nooit gehoord van mijn opa of oma of van tantes. Maar hier bijvoorbeeld zien we mannen die een week na de gijzeling bij Shell zijn aangekomen om hun geld te krijgen. Omdat alles in die periode na die bezetting heel gewoon angstvallig werd beschermd, niemand kon wat doen. Het hele eiland zat een beetje in lockdown. Een beetje Project X, maar dan anders. Nou, hier zien we dus allemaal mannen die
die op de wacht staan. Heel chill. Met hun geweren. Ja, hier zien we wegversperring voor een dure wijk op Curaçao. Als je tegenwoordig op Curaçao zou rondrijden, dan zou je denken, oh ja, wacht even, dit zie ik nu ook weer. Ook weer voor dure wijken van die post mensen die daar staan. Hier ook weer wordt een wijk beschermd. En dit is een panzerwagen die gemaakt was. Ja. En natuurlijk, je vraagt je dan ook af van hoe zagen die gasten er eigenlijk uit? En toen ben ik in het Maritiem Digitaal archiefsysteem terechtgekomen. En dit zijn dus Simon Rafael Urbina en Gustav Machado. De overvallers op de gouverneur op Curaçao. En het is best wel interessant ook als je naar hem kijkt, weet je, best wel stylish. Met hun geweren. En ze staan daar en ze poseren. Ja. Wel interessant ook als je dan dit plaatst in die hele periode van verzet, van marxisme in Latijns-Amerika. Van hoe dat eigenlijk ook op Curaçao terecht kwam, de een of andere manier. Het interessante hiervan is ook dat doordat Urbina en Machado er vandoor gingen met van alles en nog wat van Curaçao, zitten dus ook mariniers van Nederland op Curaçao. Zoals op de website van Defensie staat, de Nederlandse regering is geschrokken en in verlegenheid gebracht. Daarom beslaat zij om torpedobootjager Hare Majesteit Kortenaar en panzerdekschip Hare Majesteit Hertog Hendrik naar de West te sturen. Aan boord is een detachement mariniers. Zij dienen als kern voor permanente garnizoenen op Curaçao en Aruba. Daarnaast moet er een nieuwe flotille vaartuig als stationsschip komen. Zo leidt Urbina's overval op het fort en het daaruit voortvloeiende prestigeverlies van Nederland ertoe dat de Koninklijke Marine voortaan het grootste deel van de Italiaanse defensie gaat verzorgen. 1929. En die boten waren best wel fascinerend ook. Ik laat een aantal zien. Nee, die laat ik niet zien. Ik heb niet genoeg tijd. Maar die houden jullie van mij te goed. Of nee, wacht even. Jullie kunnen het zoeken. maritiemdigitaal.nl. En dan Urbina intoetsen. Het fascinerende ook aan dit is dat als je dan nog meer gaat nadenken van hoeveel meer gijzelingen zijn er geweest op Curaçao? Wat is er nog meer gebeurd op het eiland? Hoe was het gesprek tussen de gouverneur en die gijzelaars eigenlijk? Gisteren was mijn verjaardag en ik ging toen naar mijn moeder toe. En de dag daarvoor eigenlijk al. Dus klokstaks 12 uur zei mijn moeder happy birthday, bla bla bla. En ik weet niet hoe we erop zijn gekomen. Maar zij liet mij dit nummer horen. Dit is dus de Santa Maria, een cruise ship vanuit Portugal die naar Curaçao is gekomen met allemaal mensen daarop. En dat was in 1961. En dit is een zanger genaamd Rudy Platen, een hele bekende zanger op Curaçao. Een van zijn nummers, Atardi, wordt Atardi moet ik eigenlijk zeggen, sorry, verkeerde klemtoon. Atardi wordt gezien als bijna het tweede volkslied.
En hij heeft in 1976 dit nummer gemaakt over de Santa Maria cruise ship. Hier zingt hij Sean Calvau a subi barco. Dat betekent, Sean Calvau, dus meneer Calvau, ging het schip op. En wie was deze Calvau? Nou, deze Calvau was... even kijken, nee. Wacht. Even zwart. Dit was Calvau. Questa è la Santa Maria, nave portoghese che il capitano Calvau, pelle al governo Salazar, catturò in pieno mare con atto singolare di pirateria moderna. L'avventura degli ultimi corsari è finita. L'ammiraglio americano Allen Smith ha convinto Calvau anche senza usare i cannoni. L'intero equipaggio e i 600 passeggeri del Santa Maria hanno vissuto lunghe giornate prigionieri dei 70 uomini armati di Calvau. Il piano del corsaro portoghese, oppositore del regime... Dit is Calvau. En Calvau is interessant, want hij gijzelde dus dat schip, terwijl hij zelf een marinier was binnen de Portugese krijgsmacht. Maar hij wou een coup plegen. Weer die coup. Hij wou een coup plegen, hij wou juist de dictator Salazar uit Portugal verdrijven. 1961. En hij kiest Curaçao als plek om aan boord te komen van het schip. Oh ja, dit is trouwens Italiaans. De oppositore del regime di Salazar era semplice. Poiché le navi sono considerate territorio nazionale, egli agiva per conto di un governo in esilio, in lotta contro il governo effettivo di Lisbona. Il colpo di mano di Calvau è costato un morto e mezza dozzina di feriti. I ribelli hanno diretto il Santa Maria nel porto brasiliano di Recife, garantendosi la non estradizione. Hanno agito, affermano, per motivi politici. Calvau, già entrato e uscito dal manicomio un paio di volte in Portogallo, rimarrà in Brasile. L'avventura del Santa Maria è finita in bellezza. Dus wat gebeurt er? Ze sturen een Amerikaanse commandant erop af om met hem in gesprek te gaan. En die Amerikaan die overtuigt hem om al die passagiers in Recife in Brazilië van het schip te laten. Dus er wordt een soort van connectie gemaakt met Brazilië, met Portugal, maar tegelijkertijd ook met Angola. Want het schip was onderweg naar Angola. Luanda. Viva Angola! Viva Angola! Viva Angola! Decorre ainda a repressão a uma greve na Baixa do Cassange, desencadeada em janeiro por cultivadores de algodão, quando, em Luanda, grupos de angolanos dos mossecos que envolvem a cidade se levantam contra as autoridades, atacando objetivos civis e militares, nomeadamente os principais estabelecimentos prisionais. Sendo um grito de revolta contra a dominação portuguesa, a ação pretendia libertar presos políticos que, constava, poderiam ser mortos ou transferidos para o Tarrafal em Cabo Verde. Era sábado, dia 4 de fevereiro de 1961. Atenção, Humberto. Recebemos em Lisboa um comunicado distribuído pelo SNIC em que nos dizem que houve movimentos de pura traição, não se podem considerar de rebelião, de grupos armados que assaltaram a casa de reclusão militar, o quartel da Companhia Móvel da Polícia de Segurança Pública e as cadeias civis de Luanda. Não são muitas. Pois mesmo,
In februari begon eigenlijk de opstand tegen het Portugees kolonialisme van 1961. De staking, de kaping van het boot door de Portugese generaal, was onderdeel van die strijd. En het begon op Curaçao. Natuurlijk aan boord waren ook Nederlanders. Ja, dat komt van Curaçao. Het Portugese passagiersschip Santa Maria heeft zijn opzienbarende tocht over de oceaan beëindigd en is in Recife binnengelopen. Met een chartervliegtuig werden de Nederlandse passagiers van het schip binnen 24 uur naar Amsterdam gebracht, waar reporters uit heel Europa hen opwachten. Stewardessen namen directe zorg op zich voor de kinderen van de passagiers. De Nederlanders hadden alleen maar wat handbagage bij zich, want hun andere bezittingen zijn op het schip achtergebleven. In de aankomsthal Europa kreeg de pers gelegenheid de Nederlanders vragen te stellen over hun belevenissen aan boord. Mevrouw Noordhoek, die met haar man en twee kinderen reisde, vertelde onder andere dat zij 's ochtends na het vertrek uit Willemstad de rebellen met standguns op de brug zag staan. En zij vervolgde... En toen werden wij om 10 uur op het dek geroepen. En vertelde hij dus wat de bedoeling was, de weg naar de vrijheid. Hoe was het met de kinderen? Ja, die hebben er weinig van gemerkt. We mochten af en toe zwemmen als ze weer iets verwachten. En we kwamen vliegtuigen, dan was hij voorzichtig en werd de brug afgesloten. Maar verder hadden we toch wel beperkte vrijheid. Hoe was het? Heb je gespeeld op het schip? Ja? Mevrouw? Ja? Oh, 2,5 graden geleden. Dus het was geen bepaalde ziek dat u in de hut moet We zijn alleen gijzelaars geweest. Hij heeft het lang uit kunnen houden door ons. Ja, ja. Door ons uit de spelen van de autoriteiten kon hij dit leven lang volhouden. Ja, ja, ja. Mevrouw, vond u die gijzel op zijn opstandelingen schip? Ik wel. Ja? Maar heeft u wel lust tot de slaap toch? Nee, nooit. Heel huis niet. Nee? Maar dus ik ben er heel blij dat het allemaal weer af. Ik heb altijd in de deur vlot gezeten. Het midden. Het mooie is dan ook weer dat je dit soort mensen hebt die dan tegelijkertijd vinden dat zij wel daarvoor lekker konden slapen op Curaçao. Ik moet even door. Want wat gebeurt er eigenlijk 8 jaar na deze kaping? Dan krijgen we 30 mei.
Dankjewel, Quincy Gario.